Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. Fijne Koningsdag sowieso allemaal. Uh, ik zou normaal zeggen, deze video is live. Alleen je ziet me niet, want het zou een soort zeg maar... Het zou bijna een wit scherm zijn. Zo fel is het van buiten naar binnen. Ondanks dat zonder scherm zo ervoor zit. Maar, het denk wel deze video zo enorm gewaardeerd worden. Ik wil er support de video van gisteren enorm. We hadden het eerder geüpload dan normaal. Uh, omdat mensen niks te doen leek te hebben. Dus ik voeg het op Twitter. En je mensen wilden vroeger uploaden, dus dan deden we dat ook. Ik ben gestopt met 20 27. Uh, het ging een het ging, het tijdje ging het heel goed. We gingen 17-1. Uh, toen gingen we 17-3. Wel terecht. Ik kwam tegen twee heel goede spelers. Ze waren allebei super netjes. Uh, gewoon, gewoon potten die je kan verliezen. Weet je wel, op zich niet het einde van de wereld. Vervolgens ging het wat moeilijker. Gingen we 20-6. Uh, het was gewoon niet, het was niet leuk. Toen vervolgens dacht ik: oké. Okay, Weet je wat, we gaan 20-6. Elite ga ik niet meer halen. 3 ik, ik, om 1 gaan we. Ik verlies sowieso mijn geduld op een gegeven moment. En dan verlies ik sowieso. Dus ik dacht, ik geef mijn potjes weg. Vervolgens de eerste game. Ik scoor een eigen goal. Die guy gaat sjusje. Ja, sorry, daar ga ik heel slecht op. Uh, daar ga ik echt heel slecht op. Dan kan je je afvragen, waarom laat je dan die middelste potten niet zien? Want ik ga 8 om 2, dus in die middelste set van 10. En daarna nog. Kijk, er zijn heel veel mensen die FIFA YouTube doen, er zijn er echt heel veel. Uh, Slotta, had gestreamd ging 27.2, zeg geloof ik. Ik had de stream gekeken, ik geloof dat het 27.2 was. Uh, Focus heeft getweet dat hij Elite heeft gehaald. Uh, Raoul moet nog uploaden, dus uh, daar kunnen we het niet over hebben. Alleen ik heb zoiets van: ja, kijk, ik, ik kan wel B be meer gameplay gaan uploaden, maar dan zeg je ook echt geen ster meer op, weet je wel. Ik bedoel, ik, ik, ik kan ook. Als, dat voor, ik, ik, ik kijk je comments de hele tijd. Hè. Ik, ik vind het super chill dat mensen. Sommige, ik, ik had comments zien van mensen die hun beste weekend tot nu toe hadden gehad. Uh, heel veel van jullie hadden al een team met season gepakt. Wat super nice is. Uh, ik heb squad battles packs hierbij. Staan twee rare mega packs van Elite 1. Um, omdat ik. Uh, ik had die, die single player swap-ding alvast gehaald. Want ik wist gewoon dat ik daar geen zin in zou hebben als ik daarmee zou wachten. Dus ik heb deze alvast gehaald. Ik denk dat ik. Uh, ik denk dat ik Maldini ga halen. Uh, het, het ding is alleen... En dat is het lastige scenario een beetje. Terwijl we ons even gaan kwalificeren voor de volgende. Vergeet dat niet te doen. Um, ik weet niet of ik wel wil spelen. Voor die swap. -talk. De reden dat ik dat zeg is... Kijk, we zitten nu in div 1. En, en dat, dat is nice. Alleen die laatste zes... Zes? Ja, laatste zes potten dus gisteren. Voordat ik wilde weggeven en die garing ging ik was zo tering slecht. Zeg maar, echt slecht. Echt, echt de Kremlin. Zeg maar, ik heb Arsenal teams gezien door de jaren heen. Die slechter hebben gespeeld dan dat ik deed. Nee, sorry, niet slechter hebben gespeeld dan ik deed. Zeg maar, ik heb Arsenal teams gezien met Juru, Ik heb Arsenal 8-2 zien verliezen. En dat Arsenal team dat 8-2 verloor destijds, wat pijnlijk was. Was minder slecht dan dat ik gisteren was. Like, het was gewoon niet heel chill. En natuurlijk, ik heb mijn team helemaal. Met untradables, uh, ik heb het team even verwijderd nu omdat ik, ik, ik switch de hele boel er rond. Het is allemaal leuk en aardig, maar ik, ik had dit gepost op Twitter als reply aan geloof ik een tweet van Nick van Run the market of zo. Uh, en, en, en iemand reageerde van, als je met dit team verliest dan ben je echt koud of slecht. En ik had zoiets van, het team is niet perfect en ik ben niet heel goed. Like, gun me dit even. Ik, ik weet dat ik, ik ben niet heel denderend. Ik weet niet of je het door hebt gehad door de tijd heen. Maar ik heb vaak genoeg toegegeven dat ik mezelf niet bijzonder goed vind in FIFA. Alleen uh, me mensen zijn erop gebrand volgens mij. Om, om, me dat, om me dat te laten merken. En ik heb ook geen idee wat ik wil. Zeg maar, ik, ik, heb, mijn, ik heb mijn spelers die er standaard in staan. En uh, dat is allemaal leuk en aardig. Weet je natuurlijk. De de de, de Louis', de, de Gea's van deze wereld. Maar uh, ja, kijk, ik heb. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet welke formatie ik wil spekken. Ik kan met elke formatie winnen. Dat is het ding. Ik win met elke formatie. Maar ik ben niet goed met welke formatie dan ook. Zeg maar, ik haal overal wel Gold 1 mee. Maar dan denk ik, ja oké, okay, nou ja, dat is nice. Weet je, lekker Gold 1 halen. Maar ik, ik, wat, wat is Gold 1 waard tijdens die met season? Ja, Kijk, ik, ik krijg waarschijnlijk cash die rechtsback. En misschien... Als het mee zit, krijgen we Grimaldo. En dan denk ik, ja, daar koop ik geen generator voor. Want ik, ik ga niks verdienen aan die packs. Want mensen die Elite Plus halen, die hebben het gewoon aanzienlijk veel beter. Nou, wel wat betreft uh, goede sentiments. Die we kunnen halen. Je, je heeft gisteren een, uh, een player released. Ni niet zozeer een tijdelijk SPC. Deze kun je de hele tijd doen. Deze player Moments Leon Goretzka. Voor het feit dat hij, geloof ik, 3,9 miljoen uh, heeft ingezameld qua, uh, aan geld. Voor het goede doel. Uh, wat een. Zal 500k kosten of zo. Als er niet meer of minder is. Hij is duur. En de packs terug zijn echt heel slecht. Alleen de kaart is bizar goed. Echt heel weinig op te zeggen dit. Hoog normaal werktempo. Wat anders is dan zijn hoog, hoog van eerdere jaren. Maar Vierster Weakfoot is goed op zijn positie. Ze afmaken, stop. Uh, ik zou hem, denk ik, als je hem haalt. Afhankelijk van hoe je hem speelt. Als je hem CDM speelt, Anker. Als je hem CM speelt, Motor. En Cam zou ik niet doen, want je hebt geen vier ster skills. Dus je kan niet echt makkelijk een andere kant op choppen of scoop turn of wat dan ook, weet je wel. Maar ik vind dit een heel goede SPC van die eigen release, weet je. Dit is eentje waarvan ik zeg... Als je dit soort dingen tijdens, tijdens Team Season doet, want dat is aangekondigd. Speciale SPCs uh, voor mensen, of nou ja, voor spelers... Die iets uh, opmerkelijks hebben gedaan tijdens uh, de COVID-19 situatie. In vorm van geld inzamelen of iets anders voor het goede doel. Want je hebt namelijk ook uh, al een Objective Speler gereleased, die ik... Denk ik wel kan halen. Player moment... Ik zal waarschijnlijk wel degraderen naar Div 2. Want ik ben koud als de afgelopen tijd. Um, deze Laport. Nou, persoonlijk... Het is een prima kaart. Het is een goed te gebruiken kaart. Maar hij is niet extreem meta. In de zin dat qua dribbling, uh, pace en voor de rest zeg maar... Er zijn alternatieven die beter zijn. Maar voor de moeite die je moet doen... Je kunt... Je kunt maar argumenteren dat, uh, dat deze vrij rot is. Assist the goal in, with a cross in 5 separate rivals wins. Wat ik je aanraad. Ik zal even mijn controller zo erbij pakken. Dat kan je niet zien. Um, het, wat, ik vaak voor deze, wat ik vind deze objectives vaak redelijk te doen. Is ik gebruik gewoon die van die voorzetten met R1. En dan vierkantje erbij. Dat zijn van die lage voorzetten. Die tellen ook mee. Ze zijn super chill om te doen. Kan ik je echt aanraden. En voor de rest, dit is te doen. De enige voor mij rotte lijkt me. Uh, score in 3-step Rivals wins using French players. Wat je daarmee echt kan doen is. Als je zorgt dat je deze eerste hebt unlocked. Dan kun je hem gewoon gebruiken. En weet je, dan kun je in die zin al vrij goede stappen zetten. Hij is 3-ster, 3-ster. Uh, het is een goede kaart. Alleen, drie uh, ster, Net als met deze Tony. Of Tony, hoe je het wenst te zeggen. Deze twee had ik al gedaan terwijl ik de tokens deed. Um, en deze twee kan ik later vandaag wel even doen. Dus uh, dat, dat, dat zijn dingen die we wel kunnen unlocken. We moeten dan nog voor Maldini nog... Vier tokens. Is het geloof ik. Uh, ja, nog vier tokens voor Maldini. Dus ik denk dat we... One Club Wonders gaan doen. In combi met misschien... Premier League of La Liga heb ik, denk ik wel. En dan kijken we verder wel uh, hoe we dat gaan doen. Ik, ik, ik heb alleen komend weekend. Komt dan Premier League? Denk ik, hè? Denk ik. Ik heb geen idee. Uh, maar dat denk ik. Ik heb er bar weinig vertrouwen in. Ja, dat is een beetje het probleem. Like, we, we kunnen wel weer Gold 1 halen komend weekend. Maar ik heb er geen, ik heb geen zin om weer Gold 1 te halen komend weekend. Like, dan ga ik liever niet spelen, bij wijze van spreken. Weet je wel? Want ik schiet gewoon niks op met Gold 1. Ik word niet beter in Gold 1. Dat haal ik elke week wel. Als ik speel. En weet je, dan, geef, dan wil je winst weggeven. In het kader van. Nou, dan, dan heb ik toch nog iets. In die laatste game. Dan ga je een beetje Maar ik ben moeilijker dan mee. Sané was nog steeds was heel goed voor mij. Ik had verloren. Dat was volgens mij mijn derde los. Dat was iemand die echt. Hij was ticking veel beter dan ik. Hij gaf me nog het compliment dat ik goed was met Sane. Alleen het nadeel met hem is gewoon wel. Hij heeft gewoon die 3 ster weak foot. En er zijn gewoon momenten. Dat ik, dat zeg maar, kom ik had op een gegeven moment. Dat is was, dat was het ding met hem. Dan kom je door op doel. En hij, hij, hij beukt mensen er wel vanaf, zeg maar. Hij heeft echt goede physical wel. Zo, zo, zo merk je dat in-game. Maar als je met hem met rechts moet schieten, dat gaat gewoon niet. Zeg maar, het, het is. Hij is een Duitse Arjen Robben. Ik heb geen idee wat ik dit weekend wil gebruiken. Mertens. Mertens en Hazar. Want dat had ik ook dus toen ik het team uh, op Twitter poste. Mertens en Hazar hebben allebei een ding voor mij: dat ze hebben de stats Ze zijn mad. En je zou zeggen dat ze allebei top zijn. Maar allebei lijken ze gewoon een beetje afwezig in game. Maar Hazard heeft alles om goed te zijn. In deze game. 4 ster ster. Hoog normaal werktempo. Stamina is prima. Dribbling stats zijn niet van deze wereld. Je geeft hem jager. Het zou allemaal goed moeten zijn. Maar ik weet niet. Uh, ik, ik weet het niet. Dus ik weet niet. Wat we komend weekend gaan spelen. Uh, ik weet niet hoe en wat. Uh, sorry als dit een beetje een rommelige video is. Alleen ik, ik bouw gewoon een beetje dat we die complete league verneukt hebben. Door de weeks moet ik maar swaps gaan doen of zo in de hoop dat we dan Maldini kunnen ontken. I guess. Ik weet niet. Het ding is, en dat zat ik aan te denken dit weekend. Ik weet niet of ik beter ga worden met Maldini in mijn team, maar ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt. Ik kan net zo goed Lampert halen. Weet je, het maakt, het heeft, denk ik, gewoon heel weinig invloed op mijn resultaten. Weet je wel? Kijk, Maldini is een 92 kaart, is top. Uh, normaal hoog werktempo. 4 6-foot-1. De trades boeien niet echt. Uh, en zijn stats zijn oké. Okay. Weet je. Uh, oké. Okay. Tering goed, natuurlijk. 92 Maldini. Je geeft hem anker. Je bent set. Redelijk. Hij kan wel oké okay passen. Dus in dat op zich zit je goed. Zijn reacties en zijn composers zijn top. Alleen ja. Ik weet niet. Word ik nou beter met die kaart? Ik denk ook niet dat ik met KK beter word. Ik, ik heb gewoon niet echt een idee, weet je wel. Ik heb gewoon. Door die Wicked League ging dusdanig gekut dat ik zoiets heb van. Ik heb geen idee wat ik hoor te doen of beter kan doen. Er uh, zullen mensen zijn die zeggen: oh, speel zo en zo. En dit zou kunnen werken of dit werkt voor mij. Maar ik, ik, ik heb het gewoon het gevoel dat ik er geen reden meer van kan. Dus uh, ik ga dit wel een beetje in elkaar toveren. En dan zien we wel. Ik ga, ik ga deze gasten nog niet inleveren voor SPC's. Want ik moet dan die swaps nog doen. Maar daarna. Weet je, gasten zoals Hazard en Mertens kan ik allebei wel dumpen. Ik denk niet dat ik die twee ga missen. Zodra swaps voorbij zijn, kan ik helemaal kwijt. Net als Benzema, Joko misschien. Misschien is ook wel goed. Misschien dat mensen dat vinden. Dat zou natuurlijk kunnen. Uh, maar voor de rest, ik heb eigenlijk geen idee. Het is gewoon een beetje, een beetje onhandig, deze weekend. Net Acuna gebruik ik ook niet zo heel veel meer. Zeg maar, hij heeft een paar potten gespeeld. Hij aardig wat potten gespeeld, maar ik weet niet. Het is, het is gewoon allemaal... Sorry. Ik. Uh, weet je wat? Ik ga wel gewoon 4 in 2 in 2 spelen of zo. En dan. Uh... Oh, dat is niet 4 in 2 in 2. En dan gebruiken we wel gewoon Guardiola Dan zetten we lekker CM of zo. Kunnen mieren we wel nog iets? Weet je wel? <laughs> Ook al weet ik dat mensen er een hekel aan hebben dat ik. Uh, dat ik Guardiola gebruik. Maar ja, boeien. Ik hou resultaten met die van. Dus dat maakt me niet uit. Ik dank jullie wel voor het kijken. Als jullie nog enige vorm van advies hebben. Dan mag je het achterlaten in de YouTube-comment. Je kunt me een DM sturen op Instagram. Sorry voor mijn Instagram? Ik post niet zoveel. Ik ben niet zo goed met foto's. Uh, en je, of je kunt me tweeten, dat kan natuurlijk ook. Ik dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Sorry dat uh, ik wederom maar 10 potten weekly upload. Ik zou graag beter zijn en meer uploaden. Maar hey, je hebt het al gemerkt, zo goed ben ik ook weer niet. Um, ja, ik ga even wat dingen ontdekken en dan zie ik jullie hopelijk morgen. Ik wil zeggen morgen, maar ik weet niet of ik dat ga redden. Zeg maar, ik moet wel iets nuttigs te doen hebben of te zeggen. Het nut van deze video is dat ik aangeef voor mijn gevoel dat niks werkt en dat ik mijn WikiLeaks verneukt heb. En dat ik geen zin heb om nog een keer God 1 te halen volgende week. Wat betreft de Watkins SPC: Ik denk niet dat Composer zo'n groot probleem is, maar 3 3 is wel een beetje hinderlijk. Icardi, als die 5 week voor dat gehad, had ik hem gedaan. Die SPC. Maar dat heeft hij niet. Dus we laten hem lekker voor wat hij is. En IE lijkt het nooit te leren met untradable packs. Sorry daarvoor. Ik vond het wel nodig om in ieder geval een paar dingen te bespreken. Dus dan noem ik dit ook maar even mijn korte mening daarvan. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe video. Doei doei.